Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Nick en Nick. Voor boys en girls. Nee, dit is echt niet lekker. Dit is Joy. Ik ben zo gestrest hier. En dit is Bart. Oké, ik snap het. En samen duiken wij iedere week in de wereld van sport, fashion en showbiz. Echt dit? Wij gaan backstage en onstage op onderzoek uit. Wauw. Top. Dit is Joy en Bart. Hey Joy, hoe is het? Ja, goed met jou? Ja, heel goed. Hey, ik heb even een vraagje voor je. Wat is jouw favoriete snoep? Ik hou van hele zoete snoepjes. Oké, dus chocola? Chocola vind ik niet zo lekker. Niet? Nee. Jij niet van chocola? Nee, ik hou niet zo van chocola. Oké, maar misschien kan ik je dan wel vandaag even op andere gedachten laten brengen. Hoe wil je dat doen dan? Nou, ik heb geregeld dat we bij een chocoladefabriek langs kunnen waar ze dus al die smaken maken. Ja, dat lijkt me wel heel erg leuk. Ja, en heb ik nog een verrassing voor je. Wij mogen namelijk onze eigen smaak chocola gaan maken. Nou, supercool. Top. Hey, kom je dan snel? Ja, ik kom er zo aan. Hey Joy. Hey. Top dat je er bent. Heb je er zin in? Ja, heel erg. Maar we gaan dus onze eigen chocoladesmaken maken. Maar hoe leuk is het om er een wedstrijd van te maken? Oké, heb je daar een beetje verstand van dan? Want je eet helemaal geen chocolade. Eigenlijk niet dus. Dus daar heb je al wel ons voorsprong. Maar hey, wie weet. 1-0 voor mij alvast. Nee, lijkt me heel leuk. Ik hoop dat je thuis even goed gaat opletten. Want ook in deze aflevering hebben we weer... pie-stekers. En de opdracht aan jou nu is om die te tellen. En deze telt dus niet mee. Ja, weet jij het juiste antwoord, dan maak je kans op het tablet. Maar het is echt super koud, dus zullen we meteen naar binnen gaan? Let's go. Chocolade. Wij zijn op zoek naar Eva en Fleur. Eva en Fleur. Ja, die zijn boven. Dus als jullie hier even wachten, dan ga ik voor jullie halen. Oké. Top. Ja, dan wachten wij hier eventjes. Hè. Ja, is goed. Ruikt hier ook al naar chocola. Heerlijk. Hoi. Hallo. Bart. Eva en Fleur. Hoi. Hi. Super tof dat we hier kunnen zijn. Ja, ik ben helemaal gek van chocola. Ik moest Joy wel een beetje overtuigen, eerlijk gezegd, om met me mee te komen. Maar kunnen jullie haar, denk je, overtuigen dat chocola echt super lekker is? Dat denk ik wel. Ga je mee de keuken in zo, dan kunnen we je alles laten zien. Oh. Oké. Okay. Nou, ik kan niet wachten hoor. Er stonden echt hele grote apparaten met chocola erin. En daar rook het pas echt heel erg naar chocola. Nou, supercool deze keuken. Maar wat is nou de eerste stap als je zelf een chocoladereep wil maken? Nou, als eerste moet je natuurlijk je eigen smaak bedenken. Ik koop gewoon chocola in de winkel, maar waar komt dat vandaan? Nou, voordat je een chocoladereep maakt, heb je natuurlijk de ingrediënten voor chocolade nodig. En het hoofdbestanddeel van chocolade is cacao. Cacao komt uit een cacaovrucht en dat is deze. Een soort chocoladereep, maar in de dop, letterlijk. Ja, letterlijk. Ja, mooi gezegd. En van deze bonen wordt vervolgens cacaomassa en cacaoboter gemaakt. En voeg je nog melkpoeder bij melkchocolade toe aan de cacaomassa en de cacaoboter. Een beetje suiker en op het einde ook een klein beetje sojalecitine. En dat is om de chocolade te binden. En wat is Fairtrade precies? Nou, Fairtrade is een soort keurmerk waarin je afspraken maakt om bijvoorbeeld een hogere prijs te betalen voor het product wat je afneemt. In ons geval dus cacaobonen. Maar wij gaan nog een stap verder in de samenwerking met onze boeren. Want wij maken ook lange termijn afspraken, werken samen met hen aan een betere kwaliteit van hun oogst. Dat doen we allemaal om ervoor te zorgen dat er geen kinderarbeid en slavernij meer voorkomt op die plantages. Nou, hier liggen dus denk ik alle smaken waar ik uit kan kiezen. Ja, we hebben heel veel smaken in onze kast staan, maar ik heb even wat voor je neergelegd. Van de gekste smaken, van cola en chipjes, tot ook gewoon lekkere aardbeien en merengue. We adviseren meestal om 2 tot 3 smaken in je reep te doen. Zo komen de smaken het lekkerste uit in de reep. Dus ja, misschien had je al wat in gedachten. Nou, ik vind sowieso banaan heel erg lekker. Ja, die disco dip is natuurlijk wel heel erg vrolijk. Dat ik voor de yoghurt ga. Goeie keus.
Omdat ik zelf bananenyoghurt ook heel erg lekker bij elkaar vind. En disco dip maakt natuurlijk alles leuker. Dus vandaar heb ik die combinatie gekozen. Waar hou je van? Nou, ik vind het gewoon lekker als ik op de bank zit. 'S Avonds gewoon met een filmpje. Gewoon chips, cola en chocola. Dus misschien kunnen we juist die drie wel combineren. Nou, dan heb je geluk. We gaan vandaag melkchocoladereep maken. En toevallig heb ik hier cola en chipjes staan. Welke is lekkerder, Joy, van mij? Ik denk toch die van jou. Als jullie er klaar voor zijn, dan kunnen we beginnen. Joy, je mag naar die kant. Bart naar die kant. En let the challenge begin. Ja, toen ik de keuze van Bart wist, dacht ik echt... Nou, nu moet ik wel winnen. Want chips en cola lijkt me niet zo lekker bij elkaar. Dus hartig, chips en zoet. Dat is de cola. En mijn tactiek is om dat een beetje subtiel in de chocola aan te brengen. Weet je wel, dat je de belevenis van het beide krijgt. Dus wat gaan we precies doen? We gaan eerst de mol vullen voor de helft met chocolade. Daarna kan je al je ingrediënten lekker subtiel doseren. Nou, ik heb dus gekozen voor banaan en yoghurt. Omdat ik het zelf ook wel eens door elkaar mix. En dat vind ik echt super lekker. En natuurlijk disco dip, want dat maakt alles leuker. Dus ik denk dat ik van Bart ga winnen hoor. Oh man, als deze niet beter wordt dan die van Joy de weken niet meer. Kijk dan. Dat is helemaal niks. Oké, okay, nou dan ga ik nu dus de tweede laag doen. Maar ik vraag me eigenlijk ook af, heb jij wel eens een hele vieze smaak gemaakt? Ja, zeker. We hebben wel eens geprobeerd om een Nederlandse reep te maken met kaas en haring. Dat was echt geen succes. Oeh, nee, dat klinkt ook niet lekker. De drop was wel weer lekker met chocolade. Oh, ja, dat klinkt eigenlijk ook wel goed, ja. Nu is de bovenkant mooi vlak en dan kan die in de koelkast. Oké, okay, hoe lang moet die dan in de koelkast? 3 uur, helaas. 3 uur? Nou, de reep was dus klaar om in de koelkast te gaan, maar we moesten 3 uur wachten. Bart, wist je trouwens dat chocola best wel goed is voor je gezicht? Voor je gezicht? Nou, best wel lekker dit eigenlijk hoor. Oh, daar liggen ze. Nee, ik vind hem oprecht lekker. Zit je echt met een colaatje en chips op de bank? Ik heb meteen die hele belevenis van op de bank gewoon allemaal in 1 keer. Nou, super handig. Alles in 1 reep. Ondanks dat ik niet echt van chocola houd, had ik er eigenlijk best wel zin in om te proeven. Want ik was heel erg benieuwd of mijn smaak eigenlijk wel lekker was. Ja, het is wel lekker, maar ik ben nog niet helemaal overtuigd. Ik ben wel even benieuwd hoe jouw reep smaakt. Wil jij ook een stukje van mij? Oh. Nee, dit is echt niet lekker. Oeh, nee, dit is niet mijn ding. Nou, ik ben benieuwd. Wat vind je ervan? Cola en chips. Lekker crunchy. De spikkeltjes heel leuk. Die je aan de bovenkant van de reep heel goed ziet. Ook een leuke bite. Ik vond bij jou heel erg lekker de discoballetjes en de yoghurt. Maar ik proef de banaan iets minder. En jouw reep heeft een hele sterke chipsmaak, maar de cola lag een beetje op de achtergrond en de chips was al heel erg sterk. Dus ja, Joy, je hebt gewonnen. Yeah! Gefeliciteerd, maar wacht even. Ik waardeer je mening heel erg hoor. En die 1-0 die staat ook echt wel. Dus ik vind dat mijn reep ook nog wel een eerlijke kans moet kunnen krijgen. En ik heb wel wat meer mensen gezien hier op de afdeling. Dus waarom mogen ze ook niet even een stukje proeven en kijken wat ze ervan vinden? Zeker. Ja? Zullen we doen aan wie het eerst bij 4 is? Ja, is goed. Oké, kom op. In deze zit yoghurt, banaan en disco dip. Het is wel een cola liefhebber, dus... Ik knik, dat vind ik goed. Ga door. Ja, het smaakt lekker wat zoutig. Beetje crunchy van de disco dip. Lekker romig. Denk even aan de bank, studio sport voor je neus. Dat mijn voorkeur gaat naar Joy. Yay! Toch die cola. Nee!
vind ik lekkerder. Ah. Yes. Ja, ik ga voor de chips cola. Hey. Nee, nee, nee. 3-2. Ja? Yes. Haha. Yes, yes, yes. Ah. Vond je leuk? Dat is leuk, ja, echt superleuk. Maar de grote vraag is, heb ik nou een beetje een chocolademonster van je kunnen maken? Nou, ik vond de melkchocolade wel lekker. Oké, okay, maar ik kan je er nog steeds niet voor wakker maken. Geeft niet, geeft niet. We hebben wel hele leuke combinaties gemaakt in ieder geval. Ja, vond ik ook. En ik heb gelukkig gewonnen, maar ik vond jou best wel origineel hoor. Dankjewel, ik ook die voor jou. Ik hoop trouwens thuis dat je goed hebt opgelet, want hoeveel van dit soort... Pie-steken staat er in een aflevering. Weet jij het juiste antwoord? Stuur het dan naar dit e-mailadres. En wie weet maak je wel kans op een tablet. En de winnaar van vorige week, die staat hier onderin. Gefeliciteerd! Tot volgende week! Doei! Doei.